Ik weet niet, man. Ik weet niet, waarom is me dit nog nooit gelukt? Volgens mij lag het er echt aan dat ik op een klein schermpje gamede ofzo. Want ik kan het nu zo goed zien waar ik naartoe moet. Dit is echt super chill. Yo, Nintendo fans. Jullie denken waarschijnlijk, Rick, wat heb jij voor raar licht op je bakkes? Nou, dat was het licht van deze BenQ TH585 gaming projector. Ik heb deze opgestuurd gekregen om voor jullie te gaan testen. En dat gaan we doen op een hele speciale manier. We gaan namelijk weer een keer een Mario Kart Challenge doen. En deze heb ik al best wel vaak geprobeerd, maar hij lukte nooit. Maar nu heb ik dus zo'n grote projectie op de muur. Nu moet het wel lukken. Nou, wat gaan we doen? Ik ga straks op zijn kop op de bank zitten. En dan gaan we proberen om eerste te worden in een 100cc cup. En deze bad boy die gaat me daarbij helpen. Want hij heeft een exclusieve game modus die de details en de visuele effecten optimaliseert. Een andere toffe specificatie zijn de 3500 ANSI lumen. Dat houdt in dat hij enorm helder is. Ik zit nu gewoon overdag hier in de woonkamer. En ik kan het ja, prima zien eigenlijk. Het is echt heel helder. Ja, en met 16 milliseconden input lag kan ik in ieder geval die beamer niet de schuld gaan geven als het niet lukt. Want 25 is acceptabel voor gaming en alles daaronder is eigenlijk super goed. Weet je wat, ik heb weer genoeg gepraat. Laten we gewoon beginnen met die challenge. Oké dan. 100cc. Shy Guy. Gele Shy Guy. Jij lijkt op Pikachu. Oké, goud, goud en goud. Ik ga het mezelf wel makkelijk maken, want deze challenge is serieus heel moeilijk. We gaan gewoon een Mushroom Cup doen. Ik heb sowieso geen superstart. Maar oké, let's go. Oké, dat gaat aardig. Dit gaat aardig. Oké, dan moet ik nu zo sturen. Ik zie de baan niet eens. Ik heb wel een rood schildje, maar ik zie de baan niet eens. Oké, ik heb een rood schildje. Dat is die knop. Oké, sta ik eerste? Sta ik eerste? Ik sta eerste. Oké, dubbele. Ja, ik had bijna dubbele vraagtekens. Bijna. Nu heb ik een muntje. Oh, snap. Ik kan mezelf beschermen nu. Super chill. Ja, kijk, deze baan is nog wel een beetje te doen. Omdat je zeg maar best wel ruime bochten hebt. Dus dit gaat nog wel. Oké. Ik heb geen idee. Ik kan de map niet zien. Ik weet niet echt niet hoe groot mijn voorsprong is. Maar oké, hopelijk gaat dit nog lukken jongens. Ronde 1 is klaar. We zitten in ronde 2. Oké, let's go. Iemand heeft mij geraakt. Maar ik ben nog niet ingehaald. Lekker. Oké. Ik vraag me nu wel een klein beetje af van heb ik dit niet eerder op 150cc geprobeerd? Want dit gaat eigenlijk best wel goed. Hoe gaat dit zo goed? Ik word knalrood, jongens. Ik probeer dit sowieso niet thuis, hoor. Ja, je mag het wel proberen. Maar doe het wel even waar je vader of moeder bij is. Want je krijgt wel pijn in je nek. En je krijgt een warm en rood hoofd. Maar goed. Hey, ik zie helemaal niemand. Waar is de rest dan? Waar is de rest? Ben ik echt zo overduidelijk eerste nu? Dit kan helemaal niet, joh. Dit is normaal veel moeilijker. Waarom lukt me dit nu wel? Waarom kan ik op z'n kop Mario Kart spelen? En waarom duurt deze baan zo lang? Ik ga helemaal stuk. Ik ga helemaal kapot. Maar we gaan gewoon door, jongens. Oh, nee. Oh, ik kan... Ja, die kan ik afweren. Lekker, hoor. Ik heb een blauw schildje geskipt. Blauw schildje heeft niks op mij. En mijn stem begint raar te doen. Dit is echt niet goed voor je volgens mij om zo lang op zijn kop te hangen. Volgens mij is dit echt onverantwoord. Ik ben een onverantwoordelijke YouTuber. Ik geef niet het goede voorbeeld. Dit is helemaal niet goed voor je gezondheid. Dit zou ik helemaal niet mogen doen. Maar ik doe het toch. En ik denk dat ik nog eerste ga worden ook. Ik denk dat ik nog eerste ga worden ook. Ja! Oh man, dit is echt niet goed hoor. Oké, jongens, de makkelijkste baan uit de geschiedenis van Mario Kart hebben we gehaald. Deze zal wel ietsje moeilijker worden. Ja, sowieso als je geen goede start hebt. Dan wordt het sowieso heel lastig. Oké. Welke kant moet ik op? Ik moet die kant op. En dan... Oké. Ik klap nummer 1 zo te zien. Oké. Ja, diep in de zee, diep in de zee, speel ik Mario Kart en snap ik niet waar gaan we naar toe en dat rijdt niet. Ben ik aan het slingeren jongens? Oké, let's go. Ik moet wel gefocust blijven, we moeten wel de eerste plek houden jongens.
moeten die eerste plek vasthouden in het klassement. Dus we moeten deze guy sowieso even in gaan halen. Volgens mij is dat Drybones, hè. Ik zie het ook amper, jongen. Als je zo op zijn kop hangt, dan zie je echt amper wie er voor je rijdt. En nu zie ik nog minder. Want nu heb ik een inktvis op mijn bakkes. Hey, haal dat inkt even van mijn beeldschermpje, jongen. Ga weg. Ga weg. Het is wel echt serieus makkelijker dan als ik dit op tv speel, hoor. Ik bedoel, het beeld is nu veel groter en ik heb veel meer ruimte om, zeg maar, te zien waar de baan naartoe gaat. Dus dat is wel oprecht relaxed gewoon. Voor de rest is het niet relaxed dat ik onwijs pijn in mijn nek begin te krijgen nu al in de tweede race. Maar oké, het gaat goed. Het gaat helemaal goed. Ik sta nog steeds eerste. Oh, en mijn knie zat voor de beamer. Zag je het? Mijn knie zat hier voor de beamer. Dit is echt een aanslag op mijn nek en op mijn uithoudingsvermogen. Maar ik heb het allemaal voor jullie over, jongens. Ik hou van gekke challenges doen. En jullie zagen mijn ogen de hele tijd niet zo te zien. Want ik hing te laag met mijn nek. Ik wil stoppen. Ik wil hiermee stoppen. Waar ben ik aan begonnen? Nee, hou dat rode schildje bij je. Oké, dat rode schildje raakt me niet. Dat bliksemschichtje raakt me wel. Hou vol, mini shy guy. Hou vol, mini gele gouden Pikachu. Kom op, je kan het. Ik heb vertrouwen in je. Blijf eerste. We moeten dit winnen. Let's go. Let's go. Nog een klein stukje. Nog een klein stukje. Is dit de laatste bocht? Dit is nog niet de laatste bocht. Is dit de laatste bocht? Dit is nog niet de laatste bocht. Zijn we überhaupt al een beetje bij de laatste bocht? Oh, nice, paddenstoel. Paddenstoel, dit was de laatste bocht. Ja, we worden weer eerste, want ik kan mezelf beschermen. Lekker. Ja, tweede ronde. Twee keer eerste. Oh, jongens. Ik ben serieus duizelig. Dit is niet goed voor je. Ik heb water nodig. Oké, maar je kan zeggen wat je wil, jongens. Het lukt wel gewoon, hè? Het lukt wel. Oh, nee, jongens. Niet deze baan. Deze zit vol bochtjes. Hier ga ik geen eerste worden. Dit gaat me niet lukken. Let's go! Oké, let's go. Ja, goed zo. Ja, nice. Nu deze kant op. Op zich, ik weet niet, man. Ik weet niet, waarom is me dit nog nooit gelukt? Volgens mij lag het er echt aan dat ik op een klein schermpje game of zo. Want ik kan het nu zo goed zien waar ik naartoe moet. Dit is echt super chill. Ik kan nu zelfs gewoon zo de dubbele vraagtekens pakken. Toen ik dit vroeger probeerde, kon ik geen eens dubbele vraagtekens pakken. Dat lukte me nooit, want ik stuurde er altijd langs als ik op zijn kop hing. Oké. Dit ging maar net goed, jongens. Dit ging echt maar net goed. Oké, Piranha Plant, kijk uit. Oh, ik zeg toch, kijk uit, Piranha Plant. Ik zie hem toch aankomen. Maar waar blijft iedereen? Ik ben nog steeds eerste. Oh, ik ben geen eerste. Ik ben tweede. Oh, is die raak? Oh, snap. Hij is gewoon kaartraak. Lekker hoor. Heerlijk dit. Ik zie nu echt niet waar ik naartoe moet. Moet ik naar links? Of is het rechts? Ik weet nog niet eens meer wat nu technisch gezien links en rechts is. Oh, snap. Ik schiet nog een keer raak. Oh, dit is echt super chill. Laat me gewoon nu lekker met rust. Ik heb het nu verdiend. Ik heb twee keer raak geschoten. Ik vind dat ik deze race nu gewoon mag winnen, omdat ik al twee keer met een groen schildje raak heb geschoten. Deze kant op, ja, nice. Nu, ja, bedankt voor de pijltjes. Ik zag de pijltjes heel goed en duidelijk. Oh, Piranha Plant, kijk uit, Piranha Planten. Ja, daar. Zitten we al in ronde 3? We zitten nog niet in ronde 3. We zitten in ronde 2. Nee, en ik heb een blue shell op mijn bakkes. Oh, die moest ik achteruit gooien. Niet vooruit, volgens mij heb ik iemand geraakt. Oké, go. Behoud je voorsprong. Ze zitten nu volgens mij veel dichter op me dan de vorige keer. Kan ik naar achter kijken? Ja, maar ik weet niet of het slim is. Naar achter kijken. Oké, ik zag niemand volgens mij. Ja, ik zie wel iemand. We moeten oppassen. We moeten officieel oppassen, jongens. Welke kant moeten we op? Die kant moeten we op. Ja, oké. En dan gelijk de andere kant. Ja. Ja, oké, lekker. Ik neem alle ijsjes gewoon mee, jongens. Ik ben wel toe aan een ijsje als we hier klaar mee zijn. Oh, Piranha Plant. Nog een Piranha Plant. Ja, nice. Hou vol, banaantje. Ja, is dit de finish? Ja hoor.
we fixen het gewoon nog een keer. Ik kan niet meer. Oké, we gaan de challenge nog moeilijker maken voor de laatste rondes. Ik ga deze reeks winnen met een lolly in mijn mond. Oké, ja, ik heb gewoon suikers nodig, man. Weet je hoeveel energie dit kost zo op zijn kop? Oké, maar dit is wel officieel don't try this at home. Als je je verslikt, jongen, ga je kapot. Oké, jongens. Het water is gedronken, de suikers zijn binnen, de 45 punten zijn ook binnen. Nu moeten we nog één keer niet keihard zien te verliezen en dan gaat het helemaal goed komen. Deze race moeten we gewoon niet laatste worden. Tweede mag, derde mag misschien zelfs ook nog. Maar voor de rest is het niet oké als we nog lager zien eindigen. Maar oké, dat gaat op zich wel nice, man. Ik begin nu wel heel erg te twijfelen of ik eerst niet op 150cc heb gespeeld. Oh. Ja, op 150cc is het toch wel een stukje moeilijker misschien nog. Als dit echt lukt, dan kunnen we dit misschien ook nog wel een keertje echt op 150cc gaan doen. Een banaantje achter me, lolly in mijn mond, 45 punten op de bank. Let's go, ronde 2. Niemand doet mij iets, jongen. Niemand doet mij iets. Let's go. Oh, behalve dit banaantje doet me bijna iets. Oké, okay, go, 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 go. Dit is best wel een stukje dat gaat lekker rechtdoor. Beetje slippen door die bochten. Oh, oké. Daar gingen we bijna. Moeten wel op blijven letten. Ik zie even niet waar ik naartoe moet. Daar moet ik naartoe. Ik was even gedesoriënteerd, jongens. Maar het gaat nog steeds goed. Kijk, we kunnen onszelf beschermen natuurlijk met een banaantje achter ons. We hebben nog een banaantje, dus ik nog... Oh, we hebben niet nog een banaantje, want we hebben een Blackson. En we hadden bijna nog een groen schild op onze bakken zo. En nu hebben we een muntje. En ja, oké. We staan nog steeds eerste, jongens. Daar rijdt wel nummer 2 van ons. Oh! Shortcut, dat was geen eens de bedoeling. Nee, geen blauw schild. Laat me met rust. Nee, geen rood schild. Oké, ik sta nog altijd tweede, maar dat ging even helemaal niet goed. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Maar we zijn er nog steeds, we zijn er nog steeds. Het is Wendy volgens mij die voor me rijdt. Wendy, alsjeblieft, een bom. Nee, de bom is mis. Ik moet je nog even inzien te halen. Want als ik nu geraakt word door iemand, hè, dan ga ik echt huilen. Als ik nu geraakt word door een rood of een blauw schild. En ik word gewoon in één keer vijfde of zo. Dan ga ik echt huilen. Dan was heel deze challenge voor niks, jongens. Oké, let's go. Let's go. We gaan goed, dan staan we eerste. We moeten nog een klein stukje. Ik denk nog een halve ronde of zo. En dan hebben we het gewoon gehaald. Dan zijn we gewoon eerste geworden in deze freaking challenge. Dan hebben we deze challenge gewoon gehaald. 4 keer eerste. Oh, oké. Die zag ik even niet aankomen. Ik zat even in die... Oké. Misschien toch niet... Oh, misschien toch niet 4 keer eerste. Misschien toch niet... Ja, lekker Josje. Josje is kapot. Nee. Oké. Ah, toch niet 4 keer eerste. Maar we hebben wel die gouden beker. Oh, nu ga ik wel even gewoon normaal zitten hoor. En doe ik mijn pet ook even normaal, oké? Ik had net trouwens even mijn zonscherm naar beneden gedaan. Omdat de zon op een bepaalde tijd recht in mijn huis schijnt. En aan dit beeld is dan niks gelogen. Zo mooi en scherp en fel en kleurrijk is het gewoon. Als je niet eens op een projectiescherm projecteert, maar gewoon op een witte muur. En als je goed kijkt zie je dat onze muur niet eens glad gestukt is. Ja, de zon schijnt nu niet meer in mijn woonkamer. Dus ik zal het scherm even naar boven doen. En dan gaan we kijken hoe het er dan uitziet. Nou, dan kan je dus zien dat het er nog steeds super goed uitziet. Want ik projecteer echt recht naar... Naast een raam, hè? Dat moet je even indenken dat daar gelijk al het licht vandaan komt. Ja, ik maak niet zo heel vaak promotionele video's op mijn YouTube kanaal. Maar als ik dan een promotionele video maak, dan vind ik ook dat het product gewoon bij mij moet passen. En zo'n projector past heel goed bij mij. Want ik wil het best wel een keer gebruiken om gewoon samen met vrienden gewoon keihard een avondje Mario Kart te spelen. Lijkt me fantastisch. Nou, lijkt jou dat nou ook vet? En ben je op zoek naar zo'n projector? Check dan even de linkjes hieronder van bol.com, beamerwebwinkel.com en coolblue.nl. En dan kan je daar alle informatie vinden. En dan kan je er eventueel eentje bestellen. Dan bedank ik jullie zoals altijd voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!